Vandaag gaan we deze 5 cent in proberen te ruilen voor iets met meerwaarde. En ons einddoel is een iPhone. Je vraagt je nu waarschijnlijk af, hoe ga ik dit doen? Nou, let op. Dus we moeten iets 5 cent voor iets ruilen dat meer waard is. Krijg jij een dubbeltje van mij? Oh ja, super bedankt. Alexander, gaat het om een waarde of om de grootte? Het gaat erom dat ik steeds iets ruil met net iets meer waarde. Bijvoorbeeld van een paperclip naar een pen, naar een aansteker enzovoort. Zo worden de voorwerpen steeds extremer en kom ik telkens dichter bij mijn einddoel. Hey, Sander, succes hè? Ja, bedankt. En dan nu op zoek naar het volgende slachtoffer. Mag ik iets vragen? Nee, nee, dank je. Ik wil het niet, ik ga. Nee, nee, nee. Ik doe het niet. Het moet. Zoek het maar uit. Nee. Die man wou liever niet meedoen, maar gelukkig wil deze meneer dat wel. Hartstikke bedankt. 20 cent. Dit is echt niet normaal. Ik ben gewoon van 5 cent naar 10 cent en nu naar 20 cent gegaan. Zo. Nou, dat is echt een heleboel. Wij zijn bezig met een ruilspel. We moeten telkens iets ruilen wat meer waarde heeft. Heeft hij misschien iets wat me kan helpen? Wat heel veel heb je nu? Ik heb nu 20 cent. 20 cent? Kijk aan. Hij heeft gewoon een hele... Wat zijn dit? Magic-kaarten. Magic-kaartenverzameling. Je denkt nu nog van, goh, wat is dit zielig, maar dat valt wel mee hoor, het is echt leuk. Het moet wel even wat leuks wezen, hoor. Wat je ook weer door kan halen. Ja, klopt. Ik zou een swampeloonie misschien wel doen. En wat? Zo'n swampie, dat is zo'n... Een swampie. Een swampie, dan wees dat wel. Dan krijgt u 20 cent. Nou, hartstikke bedankt. Ik ga gewoon zeggen dat deze kaart 5 euro waard is. Je moet toch een beetje onderhandelen. Oké, let's go. Dit schiet al lekker op. En nu even op zoek naar iemand die je kan omkopen met mijn zeer goede handelskills. En mijn tactiek? Gewoon een random iemand stalken. Mag ik jullie wat vragen? Heb jij misschien iets wat we kunnen ruilen? Deze kaart is ongeveer 8 euro waard. Maar ik heb echt niks. Ik heb een kaart van de stad. Jammer, jammer, jammer. Weg, gone, plus. Het is wel een hele zeldzame kaart. Mag ik jullie wat vragen? We hebben hier zo'n een soort van Pokémon-achtige kaart. Ja, ruilen voor mijn karamelblokje. Ja, sorry, Mattie. Ik wil je graag helpen, maar ik heb alleen een karamelblokje. Vreselijk, ik ga wel bijna kotsen. Wil je ook nog iets zeggen tegen de kijkers? Hallo, abonneer even. En dit moest ik niet zeggen van u. Hoe heet jullie kanaal? Ik ga even abonneren. Xander van IJzendoorn. Xander van... Hoeveel abonnees hebben jullie? 200. Ik ben weer een beroep. Hoe heet je op YouTube? Xander van IJzendoorn. Ja. Van die ballonnen! Ja! Ja! A few moments later. Na lang onderhandelen besloot ik de magic kaart te gaan ruilen met een fietslamp en een aansteker. Ja, bedankt man. Hey, Mogox! Ik heb gewoon een shout-out naar hun, hè! Na deze ultra goede deal willen de kinderen ons graag verder helpen, dus hebben we besloten verder te gaan. Ruilvideo worden, alleen niemand wil ruilen. Nee man, want al lockdown zit, alles is dicht. Dus... Als je slot op de grond gooit, dan is de lockdown. We moeten meer mensen vinden die ons willen helpen. Misschien uw kind? Oh, nee, grapje. Oké, als team hebben we besloten de magic kaart, fietslamp en de aansteker weer door te gaan ruilen. En we maakten een plan hoe we sneller steeds extremere producten... Hallo, wilt u wat ruilen voor een aansteker, een speciale Pokémon kaart of zo? Wc-papier? En een... Franse wijn? Dit lampje doet het nog? Ja, ja die doet het nog. Dit is een zeldzame sleutelhanger. En ik heb een mooi zakmesje. Ja, vind ik mooi. Jongens, succes. En dit is voor je goede doel, hè, dit? Ja, dit is allemaal... Voor YouTube. Ja. Bam, hier, kijk. Gangster. Bam, bam. Weg, gone, plus, plus. Snelle wakker, snelle moed. Wil jullie nog iets zeggen? Nee. Oh. Oké. Hallo, meneer. Heeft u misschien iets te raden voor deze aansteker wat ietsje misschien meer waard is? A few moments later. Als jullie het daarmee eens zijn, krijg je een tafeltennisnet waarmee je op een gewone tafel kan tafeltennissen. Ja. Dat is een hele goede ruil. Ja. Maar toen... Hallo, heeft u misschien iets te ruilen voor deze coole pingpong ding? Dit kan ik op een tafel spelen. Toen kregen we een bakbrood. Ja. Een bakbrood. Ja. Maar wat wil u voor terug? Die? Ja hoor, we kan nu pingpong op de tafel spelen. Nou, heel veel succes! Doei. Oh, hartstikke bedankt! We hebben gewoon een bakbrood. Stiekem is het wel over datum, maar dat maakt niet uit. En nu op zoek naar de volgende slachtoffers. Let's go! Willen jullie wat ruilen voor dit?
En een bak brood van Albert Heijn. Krijg jij het lampje? Wij willen wel een lampje. Dikke ruil verricht hier. Maar moeten jullie wel even abonneren natuurlijk, hè? Oh ja, ja. Dat snap ik wel. Hé, bedankt. We hebben dus een abonnee gefixt en we hebben een aansteker. Helemaal top. Mag ik wat vragen? With we are trading some things. This is a very, how do I say that? Very zeldzaam. But are you subscribed to my YouTube channel? Yeah. I can type it. Of course. Of course. Yes. This is When I go home, I will subscribe and. Yo, thank you. What you like. Thanks. Bye. Willen jullie misschien iets ruilen met deze Pokémon-kaart? Hij is 250 euro waard. Ik dacht, misschien een telefoon of zo. Want we willen uiteindelijk naar de telefoon. Wil je die ruilen? Echt? Oh, thanks man. 250 euro. Ja. Ja, thanks. Ja, jullie ook. We hebben ons doel bereikt, de telefoon is binnen. Ik ga duiding geven natuurlijk. Ja, het was een grapje. Hè. Dit was natuurlijk een grap. Willen jullie zien dat ik echt naar de telefoon ga ruilen? Laat het dan weten in de reacties en abonneer je met het belletje aan. En tot de volgende keer.